Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Deze video kom ik net van het klavertje 4 en ik heb een hele leuke slime make-up spullen met lipgloss gekocht daar. De bedoeling is dat je mijn make-up en zo slime maakt. En dan ja, wordt het gewoon slime en dat is heel leuk om te maken. Ik weet het denk ik nog niet of het leuk is, maar het ziet er me wel leuk uit, dus laten we dan maar beginnen. Met zijn lipgloss op het smaakje. Ja. Zo. Ja. Dit is al een goed begin. En dan zit er een handleiding bij ofzo. Goed. Wat moet je doen? Help. Echt, hier zit nog iets. Een kartonnen dingetje waar je iets mee kunt openmaken. Zo. Aha, hier zie ik allemaal van deze dingetjes. Nog. Ja. En dan is het de bedoeling, denk ik, dat je dit openmaakt of zo. Maar ik weet alleen niet hoe. En ik heb net eens ontdekt, hier zit zoiets en daar kun je op duwen. Dan gaat die lipgloss omhoog en omlaag. Maar wat is daar zelfs de bedoeling van? Zit hier zelfs iets in of zo? Ja, maar zo niet uit te duwen. Nee. Of is dit een dekseltje of zo? Auw. Ik heb werkelijk geen idee. En het is ook echt handig als er geen handleiding bij zit. Of misschien niet. Ondertussen, mama is iets aan het bekijken. En ondertussen ga ik iets proberen. Want er zit precies zo'n randje op. Randje en dan... Want er zit precies een randje en zoiets. Ik denk dat je het al afpakken. Wil je er al afhalen? Mag ik het proberen? Ja. Hier. Ik ga de lipgloss even aan mama geven. Ondertussen pak ik de zakjes eraf. Tadaan. Dan zijn er natuurlijk ook nog andere. Deze twee. Dan het allerlaatste. Dat is deze. En nu wordt het even wachten, maar ik ga eventjes kijken wat er allemaal op de zakje staat. Op dit zakje staat er... smoothie of zoiets. Op deze staan er hetzelfde en als smoothie. Eruit getrokken. Oké, mama heeft het eruit kunnen halen. Het is een sleutel langer. En dan... Hier zit ook nog iets in. En dan zit er nog iets in. En dan zit er hier. Wacht, dat krijg ik er niet goed. Ik zie een handleiding. Mama, nog eens helpen. Ja, mama gaat nog eens keer helpen, want de handleiding zit helemaal vast. Maar dus ga ik eens kijken naar de sleutelhanger. Dat is de bovenkant van de lipgloss. Oh. En dit sleutelhangertje is in de bovenkant van de vorm van een eenhoorntje. En ik voel hier precies een bekertje in. Waar we het in kunnen maken. En mama heeft zo net de handleiding eruit gekregen. En zij is aan het kijken welke welke dingetjes je allemaal kunt krijgen. Je kunt namelijk een roze eenhoornaapje krijgen. Je kunt een rode eenhoornpanda of een vosje of zoiets krijgen. Je kunt een eenhoornpinguïn krijgen, een eenhoornpanda, een eenhoornkikker, een eenhoorn. Ja, dat is misschien logisch.
een eenhoornzonnetje, een eenhoornananas. En je kunt ook een eenhoorndonderbliksemschichtje hebben. En je kunt ook een eenhoornbloem hebben, een eenhoorndraakje, een eenhoorngouden koala, een eenhoornmuis, een eenhoorncaviar zo en een, nog een eenhoorn en een eenhoornkatje. Maar dan gaan we verder met de video. Scheur een slijmzakje open en giet het poeder in de lippenstift. En welk zakje is het dan? Ja, slijm. Het stond hierop. Je hebt het hier afgescheurd. En ja. Het slijmzakje was. Het slijmzakje. Ja. Echt niet handig, maar dus. Het slijm glaive. Baba slijm. Dan denk ik dat het nummertje 2 was. En denk ik. Ik voel hier slijmpoeder in. En hier staat ook slijm op. Dus ik vermoed dat dan dit is. Het is maar in de lippenstift, maar. Mama, ja. Ik voel hier een bekertje. Ja, dus ik denk dat ik dit ook open moet. Eerst moet het slijmzakje in de lippenstift doen, maar hier zit precies gaatjes in. Dus hier heb je geen water en zo. Dat is moet je daarin doen, in die lippenstift. Ja. Wie? Ja, ik heb het namelijk opgekregen. Daar moet je of je moet een kommetje gaan pakken, dat kan je ook. Ja, maar ik ga het gewoon in de lipgloss maken. Op dit zakje staat slijm, dus ik vermoed dat dat slijmzakje is. Nee. Nee, tuurlijk. Dus scheur een slijmzakje open en giet het poeder in de lip. Want er zijn 2 slijmzakjes, maar het zijn dezelfde. Ja. En daarna, mama. Vul de maatbeker. Dat zal dan deze zijn, vermoed ik. Ja, zonder dat je het poeder er helemaal uit komt. Oké, ik ga nu open. Oké. En mama gaat het voor me openmaken, want ik krijg het namelijk niet open. Er zit namelijk in de lippenstift. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er zit wit poeder in. En ja, dan gaan we wachten op mama. En ze heeft ook moeite met het open te krijgen. Wat van je handen is? Een schaar. Ja, dus ik ben zo terug met een schaar. Oké, laat het maar. Dus tot 15 milliliter, tot aan het streepje? Tot aan het laatste? Met water, tot het streepje. Zo. Ik heb het gevuld. En dan moet je er dus bij kappen. Zo. En dan roeren. En dan nog een keer. Nog eens 15 milliliter. Nog een keer 15 milliliter. Zo. Oké, erin. Ja. En dan schudden. Gedurende 1 minuut schudden. Oh, dit haat ik. Oké, mama. Kun jij 1 minuut opzetten, hè? 3, 2, 1. Ik heb geen idee wanneer die minuut gaat voorbij zijn. Maar mama zal dat al zeggen. En shake it up, shake it up, oeh oeh. Shake it up, shake it up. Blijf het schudden. Ah. Mama, wanneer is de minuut voorbij? Nog niet. Ah. Schudden, schudden. En dan moet het zebiet 15 tot 20 minuten hard worden. Maar ondertussen kan je al wel parels fijn stampen.
Eigenlijk hadden we het ook gewoon hierin kunnen maken. Als wij slimmer waren. Ja, oké. Zet het maar weg. Nu moet het harder worden. Ja. Maar je kan wel ondertussen de parels fijn stampen. En de parels. Ik ben even aan het voelen. Ja. Parels. Wacht. De Sensi Parels. Glitterparels. Ja, dat zijn Sensi Parels. Glitterparels. Parfum. Niks. Ik voel hier iets raar, een parelachtig in. En er staat ook smooth of zoiets op. Nee, dat is gewoon. Ja, dan zal deze wel zijn, denk ik. Dan moet je die parels. Parels, dat is een buisje precies. Ja, maar. Doe maar eens openen. We gaan zien. Glitter. Nee, dat is de lippenbalsem. Oh. Dat zijn geen parels die je fijn moet stampen, hè. Oh. Nee, en dit is een doosje of zo. Doe maar open. We gaan ze gewoon allemaal. Oh, hier zit een. Ja, mama gaat nog een keer helpen, want ik ben echt niet goed in verpakkingen openmaken. Alsjeblieft. Huh? Oh, dat is het doosje. Oh, kijk hoe schattig. Maar dat ga ik nog even geheim houden. Oh, oké. Nee. Mystery. Ook geen parels. Hier wil ik wel iets raar. We gaan ze gewoon openmaken en dan zo uiteindelijk wel zien. Ik denk dat mama ze best allemaal openmaakt. Klaar. Alles is opgelost. Ja. We hebben de parels. Dus die moet je in maatbeker doen. Maatbeker. Dus en dan met lepeltje fijn stampen. Is. Dan moet je het lepeltje nog eventjes pakken. Ja. Ja. Oh. Oké, en het lepeltje nog. Hè, dat ziet er echt nattig uit. Het ziet er super nattig uit. En dan moet je die met het lepeltje fijn stampen. Ja, mama kijkt weer zo goed. Alles eruit. Ik ben echt alles eruit aan het halen. Het ziet er nu zo uit. Ik vind het eigenlijk wel mooi, maar vies. Lukt het, mama? Nee. Ja, een schaarzaal. Ja, een schaarzaal. Ik haal mijn kleine vriendin zo goed met de schaar. Oh, te laat. Ik wil het al open. Oh, het is weer een. Oh, zo'n leuke lepel. Het is ook een hele mooie glitter eenhoorn, denk ik. Nee, hartjeslepel. Parels fijn stampen. Ik snap niet dat iemand dit parels kan noemen. Dan moeten we die bij het slijm doen als het hard is geworden. Dat duurt dus nog wel even. Zo. En dan misschien een volgend filmpje over maken, goed? Ja, maar ik ben niet klaar met het fijn stampen.
Maar ik ben wel benieuwd hoe lang dit nog moet blijven staan, mama. Hoe lang moet dit nog blijven slaan? Dat staat er niet bij, hoor. Maar je moet zorgen dat ze fijn gestampt zijn. Nee, het slijm. Ah, het slijm. Ja, dat moest 20 minuten zeker. En hoe lang zijn we verder? Ja, nog 5 minuten of zoiets. Zolang gaat dat videootje niet duren, hoor. Dan valt iedereen in slaap. Maar die parels zijn moeilijk om te stampen. De allerlaatste. Ja! Oké. Ik heb ze gestampt en ik ga laten zien hoe het eruit ziet. Het ziet er nu zo uit. Het ziet er al uit als slijm. Ja. En ja, dan komen we zo meteen weer bij jullie terug. Doei!